De Sjur de Boelbaan die hier aangelegd wordt, die wordt een echte wedstrijdbaan met een goede ondergrond. Wel voor recreatie natuurlijk. Het is vrij toegankelijk voor de bewoners, voor omstanders, maar ook voor hele goede toppers die hier dus ook kunnen komen boelen. Wij zijn hier de Sjur de Boelbaan aan het afmaken in het park. En we gaan vandaag de opsluitbanden zetten om het puinstof vast te houden binnen de Sjur de Boelbaan. In dagelijks werk is in de sierbestraling bij particuliere mensen gewoon het oude materialen aanleggen. Oude huizen, nieuwbouwwoning en renovaties. Ik vind het fantastisch. Mijn moeder die woont daar. Dus ik kom regelmatig even logeren of een dagje. We hebben zelf ook een hond, dus ik loop vaak een rondje. En we verheugen ons ontzettend op het natuurhoes. Zo heet het, hè? Huus, om daar een keer een kopje thee te gaan drinken. Met een lekker stukje taart. Met een lekker stukje zelfgemaakte taart, begreep ik. Ik ben hier pas komen wonen voor een jaar terug. En het is een leuke, gezellige buurt hier in het centrum. Het is een park, het Doepark is vrij rustig om te wonen, zo in het centrum. Ik vind het gewoon heel erg leuk dat het hier, die natuur, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dat ze dat doen en elke zaterdag al die mensen hier aan het werk te zien met zoveel inzet. Het is gewoon erg leuk om die activiteit te zien.